Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Testaankoop. De organisatie die u, zoals altijd, wil adviseren en informeren, zodat u elke dag opnieuw de beste keuze kan maken. En zo bijvoorbeeld bij het kiezen van een antivirussoftware. Heb je die wel nodig? En zo ja, welke is dan de meest interessante? Jammer genoeg is phishing vandaag een uh, belangrijk onderdeel geworden van ons computergebruik. En Thomas, jij weet daar alles van. Hè? Um, misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat doet juist een antivirus? Ik zeg nu phishing, maar er is natuurlijk natuurlijk nog veel meer dan dat. Dat is een programma dat op uh, je computer loopt en uh, dat blokkeert malafide websites, uh, blokkeert uh, een malware, bij, detecteert het, blokkeert het van het uitvoeren en uh, doet dat door uh, te vergelijken met met de lijst, Daarbij ze Connect met de database van, de, van het virus, heel belangrijk. Maar doet dat ook door uh, patronen te herkennen in uh, de binaire code. Ah, ja. En door uh, zekere acties dat een programma aan het uitvoeren is, te analyseren en te catalogeren als gevaarlijk of niet. Ja, het klinkt als iets dat we nodig hebben, maar is dat zo? In het kort, voor Windows, ja. Uh, we gaan er straks nog wat verder op mm -hmm. in. Voor, Mac, uh, voor uh, macOS... Als je een tegen bescherming tegen phishing wilt. of als je veel applicaties buiten de App Store installeert. wel, anders niet echt. Heel belangrijk daarbij is eigenlijk dat je jezelf een beetje kent. Dat je weet hoe gevaarlijk. dat je je drachma inschat. maar ook van de mensen die, die in je huishouden wonen. Dus als je kinderen rond hebt lopen. Die, die misschien wel op alle links en alle dingen klikken. kan het wel interessant zijn om, zo, om een antivirus te installeren. Ja, je zei. maak dus. Apple, dat is toch al altijd zo, dat ze eigenlijk niet echt veel antivirussoftware nodig hebben? Um, er is veel minder malware voor uh, ah, macOS, ja, okay. maar dat is er wel. En uh, het risico bestaat nog altijd. En afhankelijk van je gedragspatroon is het interessant om er, uh, om er een te installeren of niet. Ja. Als je een um, computer koopt, heb je dan gratis een antivirussoftware die erbij komt? Uh, voor Windows, ja. Windows mm -hmm. Defender. Dat is... Het presteert goed op onze tests. Doet het uh, beschermt niet tegen phishing. Dus uh, dat is wel een heel belangrijke voor sommigen. Mm. Um, komt met veel vals positieven, dus uh, ja, valse alarmen. Je mm -hmm. installeert een programma en eigenlijk het is het een normaal programma en zegt het is malware. Um, en presteert wat minder op uh, die heuristische bescherming, dus uh, detectie van uh, onbekende uh, malware. Ja. Wat kost dan een gemiddeld? Aan uh, kost van een antivirussoftware, waar moet je daar rekening mee houden? Ja, antivirussen komen vaak in een betalende en een gratis versie. Mm -hmm. uh, die beschermen allebei even goed. Um, de, dus we raden vooral aan, als je iets anders dan Windows 11 wilt, vooral voor die phishing, ga dan voor een gratis antivirus. De betalende versie, daar heb je minder uh, reclame in. Mm -hmm. En sommigen bieden ook een hulplijn voor in geval dat er iets mis is. Mm -hmm. um, de betalende versies kosten tussen de, zonder korting tussen de 40 en de 90 euro per jaar. Vaak krijg je veel korting het eerste jaar, maar automatisch er nieuwste aan. Dus daar moet je echt wel mee opletten. En, uh, dus dat, dat, dat je na dat jaar oftewel verandert, oftewel het antivirusbedrijf contacteert om te vragen of je toch niet een korting krijgen. Ja. Hoe kiezen we dan best volgens jou, Thomas? Uh, om naar onze vergelijker te okay. gaan en onze uh, koopgids te raadplegen. En daar kunnen we eigenlijk een beetje ons profiel ja. invullen uh, en eens kijken wat, zogezegd, voor ons beste... Profiel invullen gaat niet, maar je um, kunt wel... Aangeven zien van... welke welk merkcomputer uh, je hebt, misschien? Of, of, ja, je uh, kunt dus ja. op Mac OS en op Windows filteren, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nee, goed. Kort en bondig. Ja. Antivirussoftware, heel belangrijk. Merci, Thomas. En uh, tot binnenkort. Een heel kort item, maar veel meer gaan we daar nu niet over vertellen. Ga zeker eens op onze website kijken. En ben je nog niet geabonneerd? Schandalig. Dan moet je dat vandaag doen, want het is een grot, een grot aan informatie waar je je uren en dagen en weken kan in verliezen, onze website van Testaankoop. Ik wens u nog een heel fijne dag en tot de volgende keer.